Merry Christmas. Merry Christmas. Fijne kerstfeest aan iedereen en een fijn Christmas. Hopelijk hebben jullie een leuke tijd met de mensen van je familie die je maar één keer per jaar ziet. Vandaag doe ik de kerst special prank call. En ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben en maar eerst een paar updates. De mensen die sokken hebben besteld en hun sokken nog niet hebben. Dit zijn alle pakketjes van mensen die een fucking huisnummer niet bij hun bestelling hebben gezet. Malou niet zit. Ik heb geen huisnummer. Ole Overman. Geen huisnummer. Ik kan deze shit dus niet opsturen, want ik heb geen huisnummer. En deze mensen hebben ook nog niet gereageerd op mijn mail, dus doe dat even. Ja, al de andere sokken heb ik verstuurd en die komen aan volgende week. Die heb je al. Woe. Heel fijn, boys. Merry Christmas. Ook wil ik nog even zeggen dat er een kerststream komt waarin ik kerstcadeautjes ga weggeven. Ik weet nog niet zeker wanneer die kerststream komt, maar hij komt er al aan. En ook zou ik willen zeggen tegen jullie... Merry Christmas! Zeker duimpje omhoog op deze video als je mij een kerstcadeau wil geven. Of stem op mij als beste vlogger op de Video Arts. Want ik ben echt de vlogger. Merry Christmas! Zodra ik dat heb gezegd, mag ik officieel aan de video beginnen. En ik heb kerstcadeautjes besteld. Daarover gaat de fucking prank al. De klantenservice van de winkels waarbij ik dingen heb besteld moeten mij helpen. So yeah. Ik ben aan het bellen naar jou. Nee, ik doe geen prank calls meer. Bobobobol.com. Dit is een leuk liedje, wojo. Merry Christmas! Goedemiddag, Bob. Het komt klant van service. Spreek met Ilona, waarmee kan ik jou helpen? Merry Christmas! Merry Christmas! Heeft u enig idee hoe het liedje noemde die ik hoorde toen ik in de wacht stond, mevrouw? Nou, ik heb een vraagje over... Ik heb een vraagje over mijn bestelling. Ja, graag. Ik had een CD-ROM gekocht bij jullie om muziek af te spelen tijdens kerst op mijn telefoon. Maar deze CD-ROM past niet in mijn telefoon. Oké. Dus je hebt een CD-ROM besteld en heb je die dan wel ontvangen? Of ik heb een CD-ROM besteld met kerstliedjes om die af te spelen op mijn telefoon. Maar de CD-ROM past niet in mijn telefoon. Nee, dat klopt. Dat kan ook niet passen, want het is wel te groot. Maar dan past die wel in jou, als je een laptop hebt of een computer hebt, dan past die wel in. Ik ga even kijken in mijn computer. De CD-ROM past... Ik zie nergens een opening. Ik dacht, ik wil die muziek op mijn telefoon, dus ik open CD-ROM. Maar deze CD-ROM past niet in mijn telefoon. Nee, dat gaat ook niet, want CD-ROMs passen niet in telefoons. En hoe kan ik dan die muziek op mijn gsm zetten? Dan kan je dat alleen maar als je dan die muziek zeg maar van een CD-ROM bij een laptop of met een computer. Ja, maar ik zie geen opening voor de CD-ROM in mijn computer of laptop. Oké, nee, dan heb je een probleem. Dan kan je die niet gebruiken. No. Dan zou je dan de kerstliedjes wel op een andere manier moeten downloaden. Is er een andere manier? Dan gewoon retourneren. Is er een andere manier om de kerstmuziek op mijn telefoon te zetten? Want ik heb nu deze CD-ROM, maar hoe kan ik die muziek dan op mijn telefoon krijgen? De CD-ROM past er helemaal niet in. Nee, maar of ga je naar iemand anders die wel een laptop heeft waarin je wel de CD-ROM kan gebruiken, of... Jij stuurt het CD-ROM terug, kun je retourneren, en dan kunnen wij... Mevrouw, ik wil de CD-ROM niet terugsturen naar jullie, ik wil mijn kerstmuziek. Dat snap ik ook wel, maar als jij geen laptop hebt met een CD-ROM-ingang, dan kan je misschien het beste... Een CD-ROM-ingang? Is er een speciale ingang voor een CD-ROM als deze niet in mijn computer past en niet in mijn telefoon? Waar zou ik hem dan anders in kunnen steken? Ja, dat zou je eventueel nog bij vrienden of bij familie kunnen... Bij vrienden? Ik zal even een van mijn vrienden bellen. Eén moment alstublieft. Hallo? Hey, kan ik die CD-ROM... Mijn vrienden zeggen ook dat de CD-ROM niet in hun computer past. Ja, dat gaat niet. Ik bedoel, als je de CD-ROM niet wil gaan proberen bij iemand anders... Kan ik deze echt niet in mijn telefoon steken? Is er echt geen optie om de CD-ROM... Nee, dat gaat niet, want een CD-ROM, en dat weet je best wel, gaat alleen maar bij een computer of bij een laptop. En dat gaat niet in de telefoon, dat weet je zelf ook wel. Mevrouw,
ik kocht de CD-ROM om muziek op mijn telefoon te zetten, toch niet om op mijn computer, dan heb ik toch een YouTube. Een CD-ROM kan je alleen maar bij een computer gebruiken, klaar. Bij een telefoon kun je die niet gebruiken. Als je die niet kan gebruiken, kun je retourneren en die liedjes downloaden. Mevrouw, ik wil mijn CD-ROM niet retourneren, ik wil mijn kerstmuziek. Ja, maar dat gaat niet via de CD-ROM. Nou! Dat kun je alleen maar bij een computer gebruiken. Dan moeten jullie dat aangeven op de website, dat deze muziek niet op mijn telefoon kan. Ja, daar kan ik niks aan doen, maar je hebt nu een CD-ROM gekocht dat alleen maar bij een computer past, niet bij een telefoon. Nou, dat vind ik heel erg ontoelaatbaar. Mevrouw, ik kocht deze CD-ROM voor €14,99 met mijn top 100 favoriete kerstmuziek en dan kan ik deze niet in mijn telefoon steken. Wat is dit nou voor actie? Schandalig! Ja. Heb je verder nog vragen? Ja, ik heb ook nog een vraag over mijn bestelling. Ik had een rubberen dildo besteld op jullie site. Mm-hmm. Weten jullie toevallig wanneer deze aankomt? Het ordernummer is 6969696969. We hebben zo'n bestelling niet. Het spijt me. Maar ik ga nu even de verbinding verbreken. Nou, nog een fijne middag. Nog een fijne middag. Merry Christmas. Fuck. Wat moet ik nu doen met mijn kerstmuziek? Merry Christmas! Hey, Merry Christmas! Oké. Merry Christmas! Merry Christmas! Hallo? Merry Christmas! Hallo? Hallo mevrouw, hoort u mij? Hallo? Hallo? Merry Christmas! Merry Christmas! Hallo? Goedemiddag, dat is Vincent Kruijs, Melania. Merry Christmas! Pablief? Merry Christmas! Dankjewel! Ik had een vraagje. Verkopen jullie in jullie winkel toevallig plasticen speelgoedpiemels? Wacht, zal het eens vragen? Dank u wel, mevrouw. Speelgoedpiemels? Nee? Roma? Merry Christmas! Ze vroegen zo ook nog acht. Verkopen wij hier toevallig een speelgoedpiemels? Merry Christmas! Als ik één kerstcadeau mocht kiezen die ik gewoon wou krijgen voor mijn kerst, was het gewoon een plastic speelgoedpiemel. A.K.A. een dildo. Merry Christmas! Ik hoor mijn mama ook heel de tijd roepen van beneden dat ik stiller moet zijn, dus ik heb één bericht voor haar. Mama! Merry Christmas! Merry Christmas! Gooi allemaal in de comments, deze keer lieve comments naar elkaar. Zeg een beetje Merry Christmas tegen elkaar, want het is Christmas. Het is maar één keer Kerstmis per jaar. Dus ik ga nu even opzoeken of ik misschien kan bellen naar iets waar... Misschien, ik weet het niet. Merry Christmas! Hallo? Merry Christmas! Hallo, sorry, ik hoor u heel slecht, u valt weg. Merry Christmas! Dank u. Ik had een vraagje. Sorry? Ik had een vraagje. Ik versta u niet hoor. Ik had een vraagje. Ja, ik luister. Merry Christmas! Oké, dank u, dag! Ik spread gewoon de Christmas love aan mensen en ik krijg geen Merry Christmas terug. Waarom? Doe ik iets verkeerd? Er is zoveel gevraagd om gewoon Merry Christmas terug te zeggen. Ik weet het niet. Waarom snappen mensen de kerstliefde niet? Wat is hun probleem? Welkom bij Carrefour Market Sint-Josef Brugge. Yo boys. Voor administratie en boekhouding, druk 1. Voor de... Merry Christmas. Welkom bij 1207. Goeiedag met Katrien. Merry Christmas! Hallo? Ja? Merry Christmas! Ja? U moet Merry Christmas terug zeggen, zeg. Merry Christmas! U bent op de dienst inlichtingen, wat wenst u? Ik wens het nummer van de kerstman. Merry Christmas! Dank u voor uw oproep. Tot ziens. Merry Christmas! Why is dit? Hallo? Merry Christmas! Welkom bij 1207. Met kusselen, goeiedag. Merry Christmas! Ja, dank u. U ook zoveel, meneer.
Dank wel, dank wel. Mevrouw, ik ben op zoek naar een nummer van de kerstman. De kerstman? Yes. Oh, wat niet zo. Kan u even kijken voor mij? Ik zou graag een kerstman bellen dat hij dan even naar mijn huis komt en dat hij zo kerstliedjes zingt en zo en de pakjes uitdeelt en zo. Maar ik vind geen nummer van de kerstman online. Zou u daar even voor kunnen kijken alsjeblieft? Ja, maar ik kan daar ook geen nummer op horen. Kan je me echt niet helpen, mevrouw? Nee. Dan heb ik nog één bericht voor u. Yeah. Merry Christmas! Ineens rare fucking muziek, what the fuck. Ik ga eens gewoon een random nummer intoetsen. Hopen dat ik verbonden word met iemand of zo. Hallo. Merry Christmas. Hallo. Merry Christmas. Ja, hallo. Merry Christmas. Wait a minute, I give my husband. Hallo. Hallo, Merry Christmas. Thank you. Spreek ik, jullie wonen toch in België, want uw vrouw sprak Engels tegen mij. Ja, natuurlijk. Ben ik verbonden met de juiste mensen? Met wie spreek je nu? U spreekt met de klantservice van Coolblue. U had kerstpakjes besteld bij ons? Dat zal een vergissing zijn. Wat een collega. Wat zou er besteld zijn bij jullie? Enkele... Ja, meneer, ik... U heeft enkele plastic piemels bij ons besteld. Dat zal een vergissing zijn, meneer. Die zouden normaal deze morgen aangekomen zijn, maar wij hebben een bericht gekregen van de postbode dat deze vertraagd zijn. En dat wil ik u even laten weten, meneer. Misschien heeft uw vrouw een cadeau gekocht? Dat hij iets besteld, pas nee, dat is ook niet. Nee, is ook niet. Oké, dan heb ik nog één bericht voor u, meneer. Merry Christmas! Nog fijne dag! Merry Christmas! Dat is misschien wel mijn favoriete manier van prankallen die er bestaat. Gewoon een random nummer intikken die begint met de landcode van jouw land. En dan word je gewoon random verbonden met mensen die je nog nooit hebt gesproken, maar die wel jouw taal spreken. Ik ga het nog één keer doen. Hallo? Goedemiddag, Merry Christmas! Godverdomme, man! Merry Christmas! Leuk om te kijken naar deze video, vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. I'm gonna celebrate Christmas. Vergeet niet te zeggen tegen de mensen waarvan je houdt. Merry Christmas! Zeg nog één laatste keer Merry Christmas tegen je geliefde. Want volgend jaar zijn we waarschijnlijk allemaal dood. Bedankt om te kijken naar deze video. Er komt nog een kerstlivestream waarin we veel Merry Christmas gaan zeggen. Dus nog fijne dag. Verder, we sluiten de video af met het deuntje van 1207. Oké, tot de volgende keer. Merry Christmas.